Ik ben klaar met de derby. We hadden dus de Bloesem Derby deze week. Beetje mijn best gedaan op de wat kleinere boerderijen. Ik zit inmiddels met Nikita, Baco en nog een boerderij. Waar ik even nu de naam niet meer weet. Tol Brandir volgens mij. Ja, Tol Brandir zit ik in de buurt de Prancing Pony. Je kunt je hierbij aansluiten. Weliswaar verwachten we dat je alle taken doet op 3.20. Als je je aanmeldt voor de derby. En dat je ook een beetje communiceert met ons. We melden je dan ook meteen aan in ons Discord kanaal. Dus we kunnen nog wel wat Lord of the Rings karakters gebruiken, zeg maar. Dat is niet per se nodig. Maar als je een elf, een hobbit of een dwergje bent, mag je meedoen hoor. Geen probleem. Ook heksen zijn welkom. Maar dat even terzijde. Ik ben dus alleen bezig in de derby. Anderen hebben zich even afgemeld. Nemen even een break, zoals we dat zeggen. Die vinden waarschijnlijk deze derby wat minder leuk. Vind ik ook. Ik moet ook heel eerlijk bekennen dat ik een beetje blij was dat de rest niet meedeed. Sorry, chicken, run. Sorry, andere buurtgenootjes. Maar dat gaf mij wel de vrijheid om die taak te doen die ik wilde. En ook heel snel af te handelen. Als je met meerdere buurtleden dit doet, dan moet je met de Bloesem Derby wel op elkaar wachten. Moet je ook een beetje geduld hebben. En dat heb ik dus nu niet hoeven doen. Dus ja, ik heb ook een sushi-taak genomen. Ja, nou, die doe je normaal niet met meerdere leden. Dat ga je gewoon niet halen. Het kost best wel veel tijd. Maar ik heb alle taken gedaan. Alle bloesemtaken. Dus ik heb de maximale aantal punten. Heb ik dan ook mooie prijzen. Ja, dat is weer een heel ander verhaal natuurlijk. Want daar moet je gewoon een beetje geluk mee hebben. Dit zijn de prijzen die ik krijg. 5 hoefijzers, want we waren gedegradeerd naar beneden. We gaan dus nu weer omhoog. Want we zitten op de eerste plek als het goed is. En ik hoop dat dat zo blijft. Nou, de verwachting is dat het zo blijft. Maar ja, het is pas vrijdag. En ze kunnen beslissen om te zeggen van nou, we gaan nog een taak bijkopen. Ik kan me dat bijna niet voorstellen dat mensen dat doen. Op een met een 5, met een rookie league. Groentjesklasse. Ik denk niet dat ze dat doen. Zou het kunnen? Dat is dan even de vraag. Nou, dat ligt er een beetje aan. Je hebt 320. De taak is, even kijken, 320. Plus, dan gaat hij naar 350, dacht ik. Plus 375. Plus 400, hè? Of doet 400 helemaal niet mee? Ja, wat ik kan doen is het totaal aantal punten gewoon delen door 5. Ja, boeien. Dat gaan ze niet doen. Maak je niet druk, Rut. Maak je niet druk. Druk. Even kijken, heb ik nog wat verkocht? Ja. Ik ben dus op deze boerderij bezig. Was een beetje aan het aankleden. Verder aan het aankleden. Maar dat moet een beetje gebalanceerd. Want ik wil ook geld verdienen. Nou, wat heb ik eigenlijk gedaan? Ik heb dus een beetje gesteggeld. Deze boerderij heb ik dus wat aangekleed. Maar dat heb ik wel gefinancierd door Freckles. Ja, Freckles heeft het gefinancierd. En verder is niks. Dus echt alleen maar het decoreren. Ja, het is een beetje kaal hier. Dat komt omdat ik natuurlijk nog niet zoveel machines heb. Als op in Nikita's boerderij. Dus er komt nu een machine bij. Die heb ik gekocht. Nu moet ik geld gaan sparen voor de volgende. Want ik heb nog wat machines te doen. Die zijn al vrij. Dat is deze. De hoedenmaker en de pastakeuken. Die zijn al klaar om te kopen. Maar ja, dat betekent dus dat ik nog een dikke 8 ton coins nodig heb. Ik heb er 102. Dus voor mij is het nu een kwestie van geld verdienen. Ja, en wil je nou weten welke producten je allemaal moet maken om echt het maximale eruit te halen? Ja, dan neem je gewoon een abonnement op mijn YouTube kanaal. En dan kun je dus al die video's zien die ik de afgelopen weken daarop heb gezet. In verband met maken van veel munten. Dus heel veel geld verdienen, zeg maar. Die zitten dus achter een metaal. Het is maar 2,99 per maand. Dus zoveel is het niet. Ja. Schroef. Akte. Bel. En een zaag. Nu zitten we in een fase dat ik ook hier wil stijgen. Ik wil de schuur vergroten. Ik wil ook deze vergroten. Dus ik zit even te denken wat eerst komt. Ik merk dat ik met de gewassen best wel aardig uitkom. En met de schuur ook. Het is alleen een beetje balanceren. Hè? Dus een act opvoeren. Waarbij je dus zoveel mogelijk kan doen. Ik zie dat ik trouwens deze erin kan zetten. Ik heb ook nog niet overal op de machines de slotjes vrijgespeeld. Dat kost namelijk best wel veel diamanten. Ja. Kijk, kunnen we toch niet meer? Oh, oké. Die hebben we ook niet. En die is bijna leeg. Dus zullen we dan de overige daarin zetten. Dan zetten we hier nog een... Kijk, bijna we alle voorraad kwijt. Dat is wel lekker. Dan hebben we weer wat voorraad. 1584. Ik heb best wel veel honingraad. Honing verkoopt ook nog wel aardig. Terwijl je, ik zou zeggen van ja, honing moet je op voorraad hebben. Maar ja, ik zit in een wat lager level. Dus ik heb nog niet van heel veel producten die honing nodig hebben. Dat zit echt wel een verschil in. En nu is de vraag, ga je dit soort dingen doen om geld te verdienen? Of ga je gewoon echt de producten verkopen? Nou ja, eigenlijk moet je de producten gewoon verkopen in de kraam. Want dat levert gewoon het meeste op. Het nadeel van boot- en truckorders doen is dat je XP verdient. En misschien wil ik wel niet te veel XP verdienen, want ja, stijg ik in level, krijg ik er weer een machine bij waarschijnlijk. Nu nog niet, zie ik. Maar dat is dan ook wel beter, want dan kan ik tenminste nog eventjes geld verdienen. Ik zie dat ik ook nog een pad moet maken hier. Het is hier en daar nog een beetje kaal. Maar ik heb nog wat pad, dus die kan ik hier wel neerleggen. Het klikt mooi aan elkaar allemaal. Dat moet hier ook nog naar de... Dat kan niet, maar dat is voor het beeld zo prima. Dan gaan we hier nog naartoe. Deze moet even naar beneden. Dit kunnen we aan elkaar knopen. Dus dat is hartstikke mooi. Dan gaan we deze omhoog, deze die kant op. En dan... Het pad was nog niet af. Dus maken we dat mooi even af. Kijk. Perfect. Hier nog één. Hier nog één. Even kijken, dan heb ik hier ook nog een stukje vrij. Dus ik denk dat ik daar ook nog wat neer ga zetten. Pom, pom, pom. Dan zetten we daar een... Oh, wacht even. Als hij nou verkeerd gaat, dan gaat hij nu goed, hè? Ja. Beter is hem dan even vergroot. Dan kun je net iets beter alles zien. Omdat je vinger natuurlijk er overheen zit. En wat is die mooi, hè, die decoratie. Vergeet het niet, hè, in jouw... bij Greg even naar de boerderij te gaan om al die cadeautjes op te halen. Ik weet niet tot wanneer ze beschikbaar blijven. Maar probeer eraan te denken. Want dat is zonde. Zo'n mooie decoratie, joh. Ik zet deze even een stukje deze kant op. Hebben we nog een leuke decoratie die we daar neer kunnen zetten? Daar zet ik even naar te kijken. Ik bedoel... Nou. Is dit wat? Dat weet ik niet. Dan zetten we deze wel weer hier neer. En dan zetten we deze er tussenin. Dat is op zich wel leuk. Ja, dat is wel aardig. Even kijken, maken we hem nog even hier een stukje pad. Leggen we er neer. Dat is deze. Waarom doet hij nou zo raar? Zo. Kijk. Nou. Deze is net neergezet. Dus het duurt nog 2 dagen, 22 uur. Nog even geduld mee. Zaadje loopt nog. Ik heb ook nog een booster van Ernest draaien. Ik heb 6 in de opslag. Dus misschien handig om gratis booster in te gaan zetten. Ik denk dat die vanuit de cadeau komt. Uit de cadeautjes van Greg. Die gaan ook naar jouw opslag. Dus ik ga Tom inhuren. Ik ben vandaag vrij, dus ik kan Tom wel een paar keer laten lopen. Wat zal ik dan doen? Dat is een goede vraag. Doe die maar. Nee, uiteraard niet. Oké. Gaan we dit erop leggen. Ik leg er ook even wat sojabenen neer. De schijf van 5. Hè? Nou ja, dan gaan we dan even kijken. Dit is dan... Ik zet hier alles op 6, behalve die. Die zet ik op 10. Dat is niet omdat ik dan 10 wil hebben, maar die wil ik gewoon verkopen. Dus ik ga er nog 1 maken. Dan kan ik er 5 te koop zetten. Dus dat doen we ook. Kijk, hier ga ik te koop zetten. Ik wilde 6 hebben. Dus dat is 4 plus 5 is 9. Dus dat is een lekkere knaller. De koekjes die kan ik misschien ergens voor nodig hebben. Ik weet alleen niet waarvoor. Nou, dat zien we dan wel even. Hier kunnen we er 5 van verkopen. Kijk, die doet het goed. Hier kunnen we er ook 5 van verkopen. Dus 11 is 5. Dat komt het dan op neer. Dus 4 plus 4 is 8. En dan gaan we even reclame maken. Even aan het rad draaien. Ja, braaf is ja. Oh, ik mag nog een keer draaien. Ja, dan is de farmpas niet zo handig, hè? Als ik praat over XP. Dat is dan wel leuk, maar ja, dat kost je natuurlijk wel. Kost je wel geld. Of krijg je wel veel XP en het kost je geld natuurlijk. Maar ja, aan de andere kant. Ik zet er weer wat nieuwer in. Even kijken. Dan ga ik eens even bedenken. Wat wil ik gaan vergroten? Want ik pak dan wat materialen uit andere boerderij. Waar ik wat te veel van heb. En dat wil ik dan gebruiken om iets te upgraden. Kijk, ik ga het niet redden. Met alles. Nou, ik denk dat ik toch even de... Want deze zit op 1650. Ik denk dat ik toch hiervoor ga. Dus ik ga even kijken of ik een eind kan komen met de silo. Ik ben de laatste tijd een beetje gelukkig in de krant. Ik heb op regelmatige basis heb ik planken kunnen veroveren. Dat was heel merkwaardig. Ik kon zelfs de snelste zijn. Met de aankoop van planken. Dat was wel grappig. Ja, als ik die zie, dan koop ik ze wel natuurlijk. Maar dat was wel een mooie bijkomstigheid. Een beetje geluk hebben af en toe. Je moet natuurlijk niet te veel kopen, maar heel soms kunnen dingen ook helpen, een boost geven. En dan is het wel lekker als je wat kan kopen. Ja. Dit gekoopt. Brood. Uiteraard. Altijd. Loopt altijd goed. Popcorn. Loopt ook goed. Bij deze heb ik die in eerste instantie erin gezet. Daar heb ik wel cacao voor nodig. Voor de rest kan ik eigenlijk wel... Ik kan hier die pinda's een beetje opmaken. Dat is ook wel lekker. Beetje verspreid zetten. Hè? Even kijken. De kaarsen. Ik heb er nu daar 5 te veel, dus die kan ik verkopen. Dit is 888. Kijk, dat is brood. Ja, ik doe er even 3. Ja, dat kan wel. Dan doe ik alvast bij deze er ook 1 erbij. Maken we nog even een... Frambozenjam. Heel goed. Even kijken, is er nog wat verkocht? Ja, good night. Nou, ik ben net wakker. Mooi. Wat verkocht? Even kijken. Dan pakken we deze 5. Kijk, hebben we toch. Dat is eigenlijk niet waar Tom zou voor willen gebruiken. Maar even kijken. Barbecue. Deze dus, hè? Ja, kan mooi. Wat gaan we hier doen? Sowieso, mayonaise levert ook best wat op. Dat is ook een aangename sales. Verkoopt snel. Even kijken, wat gaan we hier verkopen? We gaan nog een mutsje maken. En nog 3 van deze. Dan kunnen we de mutsen al er alvast in zetten. Kijk, het is niet een kaskraken, maar het helpt wel. Even kijken, pannenkoeken erbij zetten. Die maken we al. Dan hebben we alles weer op 6. Ik wil wel een beetje die minimale voorraad hebben. Jij doet niks. 1 tomaat. Ananas, ananas, ananas. Daar kon ik ook ergens anders voor gebruiken. Dus ik doe het even niet. Kijk, dan doen we wat... alvast er weer in. Een schroef. Volgens mij kunnen we die nog gebruiken. Of niet? Ja, dus dat is mooi. Alles wat we niet hoeven te kopen bij een ander is natuurlijk gunstig. Even nadenken. Wat is dit eigenlijk? 3,49. Ja, dat is wel aardig. Dubbele farmpaspunten. Ja. Dat is vandaag weer. Dat is natuurlijk wel mooi. Want ik heb hier de farmpas. Dus het zou mooi zijn als ik wat kon afronden. Kratje zoeken. Hebben we die nog niet gehad? Hier? Nee. Moet ik kiezen. Hè? Het is maar 12 uur. Maar ik kan even kijken of ik hem kan omwisselen met een wat minder aangename pipo. Moet ik even kijken welke nog meer. Deze. Oh, dat zijn XP boosters. Ja, die laat ik niet varen. Nee, dan gooi ik hem wel weg. Dan is het niet zo heel erg. Oh, ik moet nog 1 stukje land. Dat is waar ook. Ja, dan ga ik daar eerst even voor. Ja, goed plan. Goed plan, Ruud. We gaan eerst nog dat hele kleine stukje land wegkapen. Want dat is best irritant. Ik heb nodig nog 3 plus 5. actes. Dus 8 actes. Dus die ga ik sowieso verkopen. En mokers. Maar daar heb ik er niet zoveel meer van. En markeerders. Ik heb er ook niet meer zoveel van. Maar dat maakt niet uit. We gaan gewoon even naar Trekkels. Dan gaan we dat daar kopen. Dan gaan we ondertussen even naar Dingels. We zijn weer een stapje dichterbij. Ik moet wel veel mokers nog. Ik weet niet of we dat kunnen redden. Ik ga even zoeken bij... Oh, dat gaan we wel redden. Even kijken, we moeten nog 24. Dus... 10. Jammer dat je de zoekopdracht niet vasthoudt. Want als je zoekt op mokers, dat je dan weer verkopen, maar dan weer teruggaat naar de zoekopdracht. Je moet weer opnieuw gaan zoeken. Dat zou wel mooi zijn als je dat kon vasthouden. Even kijken, markeerders. Daar heb ik volgens mij niks meer van hier. Oh, er ook nog 14. Dat zijn de... Nou, dat is mooi. Maar dat maakt toch weer... 30, dan heb ik er nog maar 5 nodig. Dat is niet slecht. Het zit voorlopig nog niet aan die grens van 80. Het zal ook wel heel raar zijn als ik daar al tegenaan zou lopen. Dus nu alleen nog maar 5 mokers, toch? Of markeerders, sorry. Ja, dan kunnen we weer een landje erbij kopen. Wat ik dan fijn vind, dan heb ik alles. Precies 5. Nou, hoe kom je erop? Hoe kom je er vanaf? Nou, op deze manier. Kijk, dan kunnen we dit kopen. 35, 35, 35. Nu hebben we dit helemaal recht. Zie je dat? En heel eerlijk, ik heb geen extra ruimte nodig voorlopig, want ik kan hier genoeg neerzetten. Ik kan hier ook nog bomen neerzetten, zoals je nu ziet. Dus voorlopig is dit prima, maar dan is het wel recht. Ik vind het wel fijn om dan ook zo te kunnen werken. Dat andere vind ik niet zo fijn. Dus dan is dit project geslaagd. Dan hoef ik me hier niet meer zo druk over te maken. Kijk, dat moeten we hebben, hè. Tape en planken. Wel fijn. Nog een tape. Markeerde. Die is grappig. Nou, die kunnen we dan verkopen, voorlopig. Maar dat gaan we dan niet meer nodig hebben, voorlopig. Voorlopig. Nog een deed. Kijk. Dan doen we dit even. Wat krijgen we dan? Een bout. Zie? Je krijgt zoveel spullen als je alles een beetje doet. Even kijken. Is er al wat verkocht? Nu. Ook reclame maken. Hè? Brood erbij. Dat blijft lekker doorhobbelen. Ja. Dan maar bijenwas. Wat kan ik hier nou eigenlijk nog maken met bijenwas? Dat zijn die kaars, hè? Deze. We maken er 5. Ja, en uiteraard zet ik natuurlijk die erin, omdat dat zet nog zoden aan de dijk. Inderdaad. Deze kan ik lekker doorsparen. Wat ik wel doe, is nu nog wel wat spullen kopen voor de silo. En dat doe ik dan aan de hand van mijn limiet. Ik mag er nog 34 kopen. Dus dat gaan we ook doen. Ik loop achter op mijn panelen. Ik weet alleen niet of ik ze heb, die panelen. Want dat is toch wel... Ja, ik heb er maar 5. Bij Balies. Dus dat schiet niet echt op. Vijf plus vijf plus vier. Vijf, vier is 9. Zit je op 14. Ja. Dan ga ik nog even naar... Dingels. Misschien dat hij er nog... Ja, die had hij nog wel 10. Dus dat is wel aardig. Pakken we daar nog 10 houten panelen. En dan hebben we de limiet ook gehaald. Van 89. Dus we kruipen weer een beetje dichterbij. Dus dan hoef ik de volgende keer... Kunnen we het waarschijnlijk redden. Om het in één keer te doen. En ik zal misschien nog wel wat verdienen op de boerderij, uiteraard. Maar dan kunnen we de silo weer een keertje omhoog gooien. Dat is wel zo fijn, want dan heb ik iets meer bewegingsvrijheid. Even kijken. Die doen we dan. Kijk, we gaan naar de 117.000. Dat was een klapper, hè, die ene. Echt wel lekker. We gaan er nog een pizzaatje bij maken. Zo direct, dat duurt niet zo lang. Hier ook één erbij maken. We hebben die bonte... Even kijken, dan gaan we er 2 verkopen. Want ik wil die voorraad wel een beetje naar beneden. Dus 3. Kijk eens, 1200. Dus, oké, dat is 6. Dat is ook 3. Dit wordt dan 2. Maar die hebben we ook voor andere dingen nodig. Althans, daar ben ik gewend dat dat zo is. Die broodje bacon ben ik aan het maken. Even kijken. Deze ben ik aan het maken. Broodje bacon. Dat worden er 3, dus dan zou ik er 5 kunnen verkopen. De baconsalade is hier interessant om te maken. En de pasta is ook wel interessant. Ik doe die eerder. Oh, ja. Heb ik natuurlijk wel die nodig. Die komt eraan. Even geduld, Ruud. Oké, wat gaan we hier maken? Dit is vis nodig. Ik ga er eentje maken. En dan is de pompoentaart wel interessant. Maar de chocoladetaart is ook een goede knaller. En daar hebben we de pinda's voor nodig. Dat is een goed idee. En ik heb genoeg cacao. Dus daar gaan we maar eens even van profiteren. Dus dan maken we die. Dit is een goede voor de portemonnee. Dan maken we er meteen 5. Deze. Even denken. Wat was ook alweer een goede? Ja, deze. Dat is een goede voor de... Dat was de ananas waar ik over na zat te denken. Ik wist dat ik de ananas ergens voor nodig had. Ananas. We gaan deze voor hulp vragen. Deze ook. Want als ik er nu niks doe, dan groeit er niks. En dan heb ik de volgende keer... krijg steeds meer problemen met het krijgen van de fruit. Of in dit geval van de chocola. Ik wil ze, ben geneigd om ze te bewaren voor de derbies. Maar weet je, dat is allemaal leuk en aardig. Maar dat zorgt er ook voor dat je achterloopt op een gegeven moment. Je wil ook niet in één keer heel veel bomen moeten omhakken. Of omzagen. Het probleem is erbij dat je dan ook bomen neer moet zetten. Dus dan moet je ook meteen weer een flinke investering doen. Maar daar heb ik nou ook niet altijd meteen zin in. Maar dat gaat natuurlijk weer van jou op dat moment van de dingen af. Hallo? Ah, daar ben je. Oké. Dus dan kunnen we nog 1, 5, nee, ananas waar we bezig. Dus 5. Oh ja, kersen. Moeten we dan nog wel eraf halen. Daarom ging ik die kersen alvast doen, omdat ik nu geen kersen meer kan plukken. Eieren. Hey, tante, werk eens even door. Maar wat wil jij dan? Nee, tuurlijk niet. Kan ik je toch niet meer zomaar geven? Even kijken. 1 pizza. 2. Dan nog eentje pittig. En dan moeten we alweer gaan kijken van welke gewassen ik direct erop ga zetten. Ik kan niet continu blijven spelen. Kan wel, maar dan kan ik niet continu de producten gaan maken. Het probleem is namelijk dat ik nu sojabenen nodig heb. Nou, die had ik al opgelegd. Maar ik heb ook slechts nog wat wortels nodig. Ik heb deze nodig. Dit erbij is ook wel weer fijn. Die kunnen dan zo direct eraf. Ik heb genoeg tarwe. Dus daar kan ik wel wat van verkopen. Veel tarwe verkopen is ook goed, hè, voor je portemonnee. Het verkoopt best wel goed. Kijk, dit heb ik dan weer. En dan moeten we gaan oppassen met tomaten en dat soort dingen. Dat we daar wel weer op, wat op leggen. Deze ook. Deze. Dat duurt allemaal niet schokkend lang, dus dat valt er wel mee. En deze. Kunnen we dat even doen? Jij krijgt zo je mais. Wees maar niet ongerust. Daar ben ik al lang mee bezig. Die is aan. Dit gaat niet lukken. Maar wel. Ik kan er eentje maken, is goed. Even kijken, deze is nog niet bezig. Maar welke moet ik ook alweer maken? Voor een beetje profit was deze. Nou, dat kan eigenlijk wel. Maken we in ieder geval 2. Betekent dat we ook weer wat tomatensaus moeten. Nou, dat kan wel. 5 plus 3 is 8. Dan kan ik er hier nog 2 in zetten. Dan zetten we er nog eentje in. Dan kunnen we die er nog in zetten. Dan hebben we daar weer 5, 6. Dat betekent dus dat we weer tomaten nodig hebben. Even kijken, wat gaan we hier doen? Absoluut. Kunnen we er 5 van maken. En deze, hè? Zijn we mooi door de pinda's heen. Beautiful. Kunnen we de pinda's weer gaan verzamelen. Hoeveel moet ik nog voor de upgrade? Nog 80.000. Oh, nog 80.000 toppinda's. Maar het gaat sneller dan je denkt. Het is helemaal niet zo vervelend om te doen. Kijk, en deze wordt alweer aangevuld. Deze gaan we niet doen. Even kijken, kunnen we wat in de... Hier wat doen? Het is uiteraard wel handig om wat van dit soort geneuzel ook te gaan sparen. En we hebben nou een boost. Hier hebben we geduld voor nodig. Dat heb ik niet, dus dat doen we niet. Wat gaan we dan doen? Ja, we gaan gewoon wat kreeftenvallen zetten. Ik doe er toch 4. We hoeven niet per se 6. En dan zetten we ook wat eendenvallen. En dan doen we ook nog wat vis vangen. Kan geen kwaad. Beetje alles. Van alles wat. En dan misschien iets vaker naar de stad. Of naar het visgebied. Om deze machine vol te pompen. Want ja, zoveel slotjes heb ik niet. Maar ja, die heb je wel nodig. Even kijken. Dat is dat. Hey. Knallen. Tjaka. 125.000 coins. En dan, op deze manier gaan we dus elke dag proberen flink geld te verdienen. Zodat we heel snel die andere machine kunnen kopen. Ja, maar je ziet wel. Het kost best wel wat tijd. En dat is niet erg, maar dat houdt je van de straat, hè? Geweldig, geweldig, geweldig. Nou, ik vond het leuk om dit weer even zo te doen. Lekker een boerderij pakken, aan het werk, geld verdienen, maken. En lekker bezig zijn op deze manier. Bedankt voor het kijken. Tot de volgende keer. Bye bye. Zwaai. Hey, day laters.